Het verbeteren van digitale connectiviteit kan niet tot stand worden gebracht zonder het verbeteren van de data in het Caribisch gebied. Overgang naar een beter datasysteem is de sleutel tot de duurzame ontwikkeling van onze natie. Dat was de boodschap uit de paneldiscussie op de tweede dag van het ACS Zakenforum. Het thema van vandaag was het transportonderwerp, een revolutie in transport in de grotere Caraïben. Directeur van NV Havenbeheer Suriname, Andreas Telea, ging in op het belang van dit vraagstuk voor Suriname. Telea onderstreept de ernst van het tot stand laten komen van een beter digitaal verkeer. And when I look at the case of Suriname, specifically the port, then we can see that we are now in an agreement with the port of French Guiana, together with the following partners: the port of Guadeloupe, the port of Martinique, the port of Saint Martin, but also the Caribbean Maritime University. This partnership is to develop an intra-regional data platform to enhance port collaboration in the Greater Caribbean, providing valuable, reliable, and consistent data, centralizing and giving added value to data, sharing data and knowledge to facilitate the growth of our port platforms. De ondersteuning van de overheid is een belangrijk instrument in dit geheel. Voor het tot stand komen van dergelijke projecten zal dus ook de samenwerking met overheden onderling een belangrijke rol spelen, zegt Telea.